Dank u, voorzitter. Met de nieuwe wetgeving rond de evaluatie van gezondheidstechnologie zetten we een stap in de goede richting, en wel om drie redenen. Ten eerste gaat onze aandacht naar elke patiënt, eender waar, in de Europese Unie. Dankzij deze Europese samenwerking hebben patiënten met een zeldzame kanker of een zeldzame ziekte meer kans op de beschikbaarheid van een geneesmiddel dat werkt. Mits de nodige privacybescherming voor de patiënt en het bedrijf, zullen de lidstaten toegang krijgen tot grootschaligere onderzoeksgegevens die ze apart niet hadden kunnen verzamelen. Ten tweede is deze Europese klinische beoordeling een goede ontwikkeling voor de producent. De farmaceutische sector hoeft maar één klinische test af te nemen op Europees niveau en geen 28. Zo hebben de landen waar er geen klinische evaluatie gebeurt, op deze manier toch toegang tot de Europese beoordeling. De klinische evaluatie van nieuwe gezondheidstechnologie zorgt ervoor dat de lidstaten op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op de markt en of deze producten beter werken dan degene die reeds op de markt aanwezig zijn. Doordat wij innovatieve ontwikkelingen beter in de kijker zetten, stimuleren wij zo onze gezondheidssector op Europees niveau. Ten derde ben ik erg ervoor te vinden dat de flexibiliteit blijft bestaan, zowel voor de lidstaten als de coördinatiegroep die de evaluatie samenstelt. Het blijft aan de lidstaten zelf om te beslissen of er een terugbetalingssysteem op deze nieuwe technologie komt. Sommige lidstaten kunnen hun vrijwillige samenwerking nog verder uitbouwen, zoals vandaag de dag al bestaat met EU-NET-HTA of België Benelux-A. De coördinatiegroep behoudt het overzicht over welke nieuwe technologieën baanbrekend zijn. Als we voluit de kaart voor onderzoek en innovatie willen trekken voor Europa en daarbij de patiënt centraal stellen, dan is een Europese evaluatie van gezondheidstechnologie de weg die we samen met de lidstaten moeten bewandelen. Ik dank u. First, Mrs. Gesine Meisner would like to thank the rapporteur Soledad Cabezón Ruiz for her good work and all the shadow rapporteurs for their collaboration. This is a very important file that will accelerate access to medicines for patients in the EU. Through simplifying procedures by doing them once for the EU market instead of once in every EU member state, it will indeed reduce the workload of the administrative bodies in the member states, the scientists, but also of the manufacturers. However, we are aware of the reservation by the member states regarding their competences. That is why it was one of my key priorities to draw a clear distinction between EU and national competences. We have managed to negotiate overall compromises on all the paragraphs which ALDE supported in the ENVI committee vote and which will support at the plenary vote as well. One of my key concerns was the inclusion of high-risk medical devices to the scope of an EU HTA. With the new medical devices regulation, we have just adopted new standards on safety and performance of medical devices. Regardless of their class, medical devices must be proven to be safe and their performance must be verified. A new requirement of the clinical benefit, which is the added value of a medical device, will also have to be demonstrated. I propose to focus on strong legislation for medical products and look at the medical devices at the second stage. Although my approach did not make it entirely in the final compromises, I was very pleased to see that the rapporteur agreed to further narrow the scope on medical devices. I think this is a good starting point for further negotiation. Generally speaking, I think we have reached a good and solid agreement that gives a good basis for the negotiation with the Council and the Commission. I thank you.